De 16-jarige Dasha Graafsma door een trein aangereden. Dasha was met vriendinnen uit, ging 's nachts om 2 uur even naar de wc, zo zei ze, en kwam niet meer terug. En om 17:15 die ochtend is ze aangereden door een trein. De politie gaat uit van zelfmoord, haar vader niet. Haar vader zocht de media op, met succes, want de politie gaat nu verder onderzoek doen. Ik ga erover praten met hier aan tafel Astrid Storm. Zij verloor in april 2013 haar dochter op het spoor met advocaat Sebas Dijkstra. Hij staat Astrid en andere nabestaanden bij. En met forensisch patholoog Frank van de Goots. Hij onderzoekt morgen het lichaam van Dasha. Ik wil graag met u beginnen. Waar gaat u naar op zoek? Ja, bij treinongevallen, als het slachtoffer nog min of meer intact is, dan kun je kijken hoe de trein iemand geraakt heeft. Je kan kijken of die in de rug aangereden is, of die zijwaarts aangereden is, of die al op de rails lag. Dat zijn natuurlijk elementaire dingen. Of het verhaal klopt met bijvoorbeeld datgene wat de machinist gezien heeft. Ik heb ook al gehoord dat er nogal wat schade is, dus ik verwacht daar niet al te veel van. Tweede punt is, en dat is natuurlijk waar het echt om gaat nu, er gonzen allerlei geruchten rond over drogering, over gebruik van drugs, over wat dan ook. Toxicologisch onderzoek kan altijd nog. Daar heb ik niet veel voor nodig. Dat zal denk ik de hoofdinzet zijn. Wat heeft u daarvoor nodig? Nou, het mooiste is als je iets van bloed hebt, maar in principe kan het op weefsel ook. Ik heb wel eens begrepen, bijvoorbeeld toen het ging over de man die de Willemsorde had, dat je ook in haar kunt resten van drugs kunt vinden. Dus dat je, stel dat er drugs wordt aangetroffen in een lichaam, dan kunt u aan de hand van haren zien of iemand vaker of langer achter elkaar drugs heeft gebruikt. Ja. Nou, dat wordt de inzet van morgen. Kijk, dingen zijn zoals ze zijn. Ik heb geen idee wat we aantreffen. Maar mocht er inderdaad sprake zijn van drugsgebruik, ja, dan wordt het haar ingezet. Haar groeit 1 centimeter per maand. Ja. Je kan precies zien of er 1 maand geleden, of 2 maanden geleden, of 3 maanden geleden ook gebruik is. Als er een voorgeschiedenis is van herhaaldelijk gebruik wat men niet geweten heeft, wordt het een compleet ander verhaal dan wanneer het volledig voor de allereerste keer is, nooit eerder mee in contact geweest en opeens ben je positief. Ja. Is er nog iets anders waar u achter zou kunnen komen, behalve dus eventueel of iemand gedrogeerd is geweest? Ja, er gaan natuurlijk wel verhalen de ronde hoe het ongeluk heeft plaatsgevonden. Als je even deze waarneming weghaalt, dan is de grote vraag of iemand bij wijze van spreken al overleden was toen er een trein overheen reed. Wat Peter al zei, het in scène zetten van een zelfmoord is een enorme klus. Ja, wacht even. U verwijst nu naar een stukje wat wij bespraken voordat de uitzending begon. Dus mensen thuis denken, wat heeft Peter nou gezegd? Maar we hadden het er even van tevoren over in hoeverre zou dit ook kunnen gebeuren om een moord te verdoezelen. Ja. Ja, om een moord te verdoezelen, dan praat je over in scène gezette zelfmoorden. Dat is een lastig fenomeen. Ja. Al was het alleen maar het gesleept met het lichaam en de kans dat je inderdaad gezien wordt. Maar op een of andere duistere wijze worden dit soort zaken altijd gegijzeld door het woord misdrijf of door het woord moord. Voor hetzelfde geld heeft ziekte onder de leden gehad, is onwel geworden en is daarna overreden. Voor hetzelfde geld zit er een erfelijke afwijking achter die haar onwel gemaakt heeft. Dat verdwijnt allemaal onder de noemer van zelfdoding. En enerzijds is het natuurlijk justitieel belang. Is er wat gebeurd wat vervolgbaar is, wat vervolgd moet worden? Maar anderzijds is er ook een maatschappelijk belang en een persoonlijk belang voor de nabestaanden. Van was er misschien iets wat ze onder de leden heeft? En dat is een vraag die sneeuwt iedere keer onder het woord misdrijf. Juist. Astrid Storm, uw dochter Talita werd in april 2013 aangetroffen, dood, op het spoor. Ja. Heeft u een idee wat er gebeurd is? Nee. Bij benadering? Ook niet. Zij lag op het spoor, ja. Toen de trein eraan kwam. Zij lag roerloos. Ja. Ja. Zij heeft zich dus, even voor de duidelijkheid, niet voor de trein geworpen. Dat weet u in ieder geval wel. Dat weet ze. Ja. Weet u of zij nog leefde toen ze daar lag? Nee. Nee. U weet eigenlijk niks. Ze kunnen volgens mij niet vaststellen of zij bij bewustzijn was. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel jammer. Ja. U krijgt dus het bericht dat uw dochter... Wat kreeg u als bericht? Dat uw dochter dood was? Of dat uw dochter ook zelf die dood gekozen had? Ik kreeg het bericht dat zij voor de trein gesprongen was. Juist. Ja. Dat bleek dus niet zo te zijn in ieder geval. Nee. Werd zij geboekt als iemand die een zelf gekozen dood had... zelf voor de dood gekozen had? Nee. Nee. Hoe verliep het onderzoek dan? Ja, dat is aan alle kanten eigenlijk vanaf de eerste minuut misgelopen. Dat begon dat degene die de verantwoordelijkheid had op het spoor, de hulpofficier van justitie, al heel snel de beslissing nam, ondanks dat er dus wel vreemde verschijnselen waren, met name zij lag op het spoor,
Er zijn ook nog andere verschijnselen die niet bekend zijn in de media. Maar in ieder geval lag zij op een hele vreemde manier op het spoor. De verantwoordelijke heeft toch gezegd, dit is een zelfdoding. Terwijl hij ook al de verklaring van de machinist had dat zij daar roerloos lag. Nou, zelf denk ik, dan moet je toch eigenlijk al onderzoek laten verrichten, forensische opsporing laten komen. Dat is niet gebeurd. Dat gebeurde niet. Zijn er foto's gemaakt? Er zijn van die plek dus helemaal geen foto's. En als of dat is eigenlijk iets wat je nooit meer kan herstellen. Nee. Daarom is het zo belangrijk dat je vanaf het eerste moment dus heel zorgvuldig onderzoek doet. Ja. Want alles wat je niet doet, dat kan daarna niet meer gebeuren. Ja. Je loopt dus heel, heel erg achter. Sebastien, u bent als advocaat betrokken bij deze zaak. Wat is uw rol in deze eigenlijk? Nou, eigenlijk is het een hele treurige rol. Dat is namelijk het achteraanjagen van politie en justitie. Eigenlijk om hen te dwingen te doen wat ze eigenlijk van meet af aan hadden horen te doen. En dat is zich richten op waarheidsvinding. En niet de tunnel der zelfdoding in te duiken. Want dat is iets wat op het moment van het incident is gebeurd. En waar wij eigenlijk al tegenaan liepen toen de officier van justitie de zaak sloot met de stempel zelfdoding. Daar hebben we een hele procedure op gevolgd, een klachtenprocedure bij de hoofdofficier. En uiteindelijk kregen we te horen, ja, de officier had eigenlijk niet tot die conclusie mogen komen, want we weten het gewoon niet. Kun je nog onderzoek doen achteraf, omdat je dan nog, er zit hier een patoloog aan de toon aan tafel, het lichaam kunt onderzoeken om te kijken wat ze misschien allemaal nog in dat lichaam zat wat er niet thuis hoort, om de kleren te onderzoeken. Is dat gedaan? Nee. Ik kreeg het advies om haar kleding weg te gooien. Maar ik ben toch een beetje eigenwijs geweest en ik heb die kleding bewaard. Ik heb het ook door een forensisch specialist opnieuw laten verpakken op de juiste manier. En ik wil heel graag, omdat er ook aan de kleding vreemde feiten zijn, wil ik dat alsnog laten onderzoeken. Ja. U zegt dat u daar niet over wil praten, geloof ik. Hè? Want u zegt er zijn dingen, de manier waarop ze lag, dat wil ik niet vertellen, omdat dat daderinformatie is. Precies. U gaat ervan uit dat er een dader is. Nee, maar dat kan het zijn. Er zijn een aantal hele vreemde feiten. Ja. Nee, duidelijk, maar dat het is je hoeft het ook niet te zeggen. Nee, maar het is een opsomming van een aantal dingen die met het roerloos liggen, met de plek waar zij gevonden is en dus nog een aantal kledingstukken. Kun je de politie niet vragen om dan alsnog onderzoek te doen naar die kleding? Nou, daar zijn we mee bezig. Er zijn heel veel gesprekken geweest, heel veel procedures, klachtenprocedures. En we zijn er nog mee bezig. We zijn ook bezig met een procedure bij het gerechtshof om uiteindelijk justitie te dwingen om iets te doen. En wat wilt u dan? Dat bijvoorbeeld die kleding wordt onderzocht? Onderzocht, ja. Ja. Ja, er zijn nog een aantal dingen wat we ook zouden willen. Is bijvoorbeeld een reconstructie op die plaats. En even inhaken op de vorige vraag die u aan mevrouw Storm stelde. Er is niks gedaan op de plek van het incident. Er is dus geen forensische opsporing ter plaatse gekomen. Wij weten dus niet of daar sleepsporen van en naar het lichaam waren. Dat weten we niet. Men heeft het vanaf meet af aan afgedaan als een zelfdoding en er is nooit verder gekeken. Heeft dat 2 jaar later nog zin, denkt u, om dat te onderzoeken? Nee, dat niet. Nee. Uiteraard niet. Nee. Dus dat is niet meer wat u. Dat kan niet meer rechtgedraaid worden eigenlijk. En het lichaam is niet meer beschikbaar, hè? Van uw dochter. Maar ook daar is het in het begin fout gegaan. Ja. Doordat er geen forensische opsporing was. En ook niet bij de schouw aanwezig was. Wat normaal gesproken wel gebeurt. En omdat er een groot communicatieprobleem was tussen officier van justitie en de rechercheurs die in het mortuarium waren. Is het lichaam van Talita al verzorgd zonder dat daar onderzoek op is gepleegd. Ja, en verzorgd is dat het gewassen is waardoor eventuele afdrukken of wat dan ook weggespoeld zijn of weggenomen zijn. En in tegenstelling tot heel veel andere treinincidenten was het lichaam van Talita dus zo goed als helemaal intact, behalve haar hoofd. Dat was beschadigd. Dat was beschadigd. Ja. Heeft u contact gehad met u heeft al contact gehad, dacht ik, met mensen in de omgeving van Dasha Graafsma, hè? Ja, inderdaad. Ja. Wat kunt u voor hen doen? Of wat kunt u ze van raad geven?
Ik heb een lijstje gemaakt eigenlijk met punten waarvan ik denk dat die in het begin heel erg belangrijk zijn. Omdat je bent zo in shock en achteraf zeg ik had misschien zelf dit moeten doen op dat moment. Maar ja, je leeft in een film. En in ieder geval benadrukken dat er onderzoek wordt gedaan, omdat het, al was het maar voor de gemoedsrust, heel erg belangrijk is dat dat gebeurt. En dat heel veel dingen, alles wat er is, dat het veilig gesteld wordt. Ja. Want wegdoen kan je altijd nog. Ja. Maar stel het veilig, verpak het op de goede manier, dat soort dingen. Is het niet, is er niet een soort protocol waarin dit soort dingen vanzelfsprekend zijn? Dat als je een lichaam aantreft, dat je dat allemaal vastlegt? Nou, het vreemde is dat in de spoorwegwereld is er juist een vereenvoudigde procedure om die zaak op te lossen. En daar staan dus de bedrijfseconomische redenen staan voorop. De treinen moeten door. En er bestaat dus een procedure waardoor de politie eigenlijk het spoor zo snel mogelijk leeg kan ruimen. En eigenlijk op een vereenvoudigde manier het af kunnen doen. Terwijl als dat 3 meter verder gebeurt, zeg maar op de straat, dan gelden de hele andere protocollen. Is het ook, misschien vindt u het een ongemakkelijke vraag, maar ik moet het toch even, omdat het in mijn hoofd zit. Is het ook omdat het zo moeilijk is om je erbij neer te leggen dat je dochter misschien zelfmoord pleegt? Nee, dat is het niet. Je wil zekerheid hebben wat er gebeurd is. En ik denk ook dat het geval is bij de familie Graafsma. Ik hoorde de vader van Dasje ook zeggen, als het een zelfdoding blijkt te zijn, dan wil ik dat tussenliggende stukje wat er gebeurd is, wil ik weten. Tussen 2:15. Precies. En dat is bij ons ook zo. Was het maar duidelijk, als er forensische opsporing was geweest en er was gebleken dat het een zelfdoding was, dan hadden wij dat moeten verwerken en dan hadden wij daar al een stukje inmiddels aan kunnen verwerken. En nu kan dat niet. Dat verwerkingsproces van het verlies van Talita, dat kunnen wij nog niet een juiste plaats geven. Ja. De mensen die belast zijn in het geval van Talita met het onderzoek, hebben die wel laten weten, we hebben het niet goed gedaan? Ja, die geven wel toe dat er veel fouten zijn gemaakt. Maar de consequentie daarvan, dat ze zeggen, de dingen die we nu kunnen doen, bijvoorbeeld het onderzoeken van die kleren? Bijvoorbeeld, maar we hebben echt een hele lijst. Dat doen ze niet? Dat doen ze niet. Ja. En dat is zo schrijnend voor ons. Ja. Peter, je hebt het gevolgd, hè, deze zaak. Ik geloof dat je ook bij RTL wel commentaar hierover hebt gegeven. Is er iets wat jou nog dwars zit hierin? Nou, ik denk dat ik heb met Sebas Dijkstra hier ook contact over gehad een tijdje geleden. Zij hebben gelijk dat het onderzoek gewoon tekort is geschoten. En dat wil niet zeggen dat er daardoor meteen ook sprake is van een misdrijf of iets anders. Maar er is niet goed uitgezocht wat er is gebeurd. Dat ben ik met ze eens. Dat is te lichtvaardig. Dus van bepaalde dingen is procesverbaal opgemaakt. En dat is geloof ik pas 2 maanden na dato gedaan. En de verbalisanten beroepen zich daar nu op dat procesverbaal niet deugt, omdat er zoveel tijd tussen heeft gezeten. Ja. Ze zich dus bepaalde dingen niet kunnen herinneren. Ja, dat wordt natuurlijk een self-fulfilling prophecy dan. Als je eerst wacht met de dingen op te schrijven en vervolgens klopt het niet meer, dat je dan op gaat beroepen, het is zo lang geleden. Dus ja, heel spijtig dat zo is gelopen. Ik moet er wel aan toevoegen, maar dat zeg ik nadrukkelijk in zijn algemeenheid. Ik heb heel veel vermeende suïcidezaken onderzocht, nog steeds. Ik ben nu ook nog met een zaak bezig. En ik bespeur daar wel in wat jij net een beetje vroeg eigenlijk. Dat ik ook wel vaak tegenkom dat de nabestaanden, de achterblijvers, zich inderdaad niet kunnen neerleggen bij de gedachte dat iemand uit het leven is gestapt, dat ze daar, ja, nou ja, dat niet hebben aangevoeld. Ze voelen zich daar schuldig over. En dan ontstaat er een beetje een merkwaardig fenomeen, dat die mensen eigenlijk liever hebben dat er sprake is van een moord, een misdrijf, waarvoor een ander te blamen is. En zich dan ook na onderzoek soms heel vaak niet kunnen neerleggen bij de uitkomsten dat het, juist, nou ja, zeer waarschijnlijk wel een suïcide is. Dat mag ik niet met je eens. Maar dat in ons geval.